Hallo allemaal, vandaag maken wij 4 van deze Zuru Smashers open. We beginnen met diegene in het pakje. We hebben deze van Zuru zelf gekregen. We hebben een hele grote piñata opgestuurd gekregen. En er zaten allemaal van deze losse balletjes in. En er zaten ook een aantal van deze pakketjes bij en van serie 2. Nou, dit is nog serie 1. En ik wil ze even op gaan maken. Dus wij gaan er dit keer gewoon 4 openmaken. Ik heb hier een blaadje, zodat we kunnen zien of kunnen uitzoeken wie erin zit. En dan gaan we mee beginnen. Het grappige is, bij serie 1 is er nog niet gezegd dat je hier ook je puzzel mee kan oplossen. Dit zijn namelijk ook puzzeltjes. En op een van mijn video's op mijn kanaal heeft mijn zoontje die puzzel redelijk snel opgelost. Hij kan het tegenwoordig nog sneller. Maar nadat je dit hebt opengemaakt, kan je dus ook weer de boel in elkaar zetten. En dat is dus wat hij erg leuk vindt. Even kijken. Nou ja, hier hebben we er dus één die hij weer in elkaar heeft gezet. Er zit ook weer nog zo'n poppetje zitten, heeft hij er zelf in gedaan. Dat is erg grappig. Oh, kijken, gaat dat goed hier? Ja, voor mijn geluid deed raar als ik dat doe. Dus ik doe hem nu gewoon even zo. En dan gaan wij kijken wie erin zit. Deze hebben wij al een keer gehad. Dit zijn trouwens die stukjes die je dan weer in elkaar kan puzzelen. En dan kan je er ook weer zo'n poppetje in doen. Deze honkbalknuppel. Even kijken, waar staat die? Die staat hier beneden. Home Run heet die. En nee, ik hou het de laatste tijd niet meer bij echt of ik ze nou al dubbel heb, ja of nee. Maar zo ziet hij eruit. Dit is het poppetje. Hij is heel flexibel. Het is geen penseltopper, dus het is er eentje die je zo neer moet zetten. Dat was de eerste. Nou, je kan hier zien dat het echt dichte balletjes zijn nog die ik heb gekregen. Zo, je hoort het. Hij gaat open. We zitten erin. Ja, nee, ik ga deze dus niet hier op de grond kapot slaan, want de camera zit hier zit vast aan dit tafelblad. En als ik dat dus doe, dan, nou ja, dan gaat de microfoon vreemd doen. Dus we gaan gewoon weer... We smashen hem tussen mijn handen. En het is weer een poppetje dat rechtop moet staan. Even kijken of we hem kunnen vinden. Oh, ja, ik ben er nog. Mijn microfoon is een beetje moeilijk aan doen. Send-off heet deze. Het is een gele kaart die een rode kaart geeft. En ook deze is weer dun. Hij ziet er leuk uit. Hij is grappig. Fluitje in zijn mond zoals je kan zien. En ook die kan je rechtop zetten. We gaan naar poppetje nummer 3. En... Oh, deze is cool. Dat is een rugbybal. Deze heb ik nog niet. Nou ja, die andere heb ik misschien ook al, maar... Oh, wacht even hoor. Er gaat even iets fout met het geluid. Ja, jullie kunnen me weer horen. We gaan even kijken waar deze rugbybal staat. Laat ik eens kijken. Ik heb hem gevonden. Tackle. Dit is hem. Dit is wel een penseltopper, zoals je kan zien. Hij ziet er wel cool uit. Hij heeft veel verschillende kleuren, dat verschillende verschil nog wel is. Hij is voor de rest natuurlijk helemaal wit. Hij heeft aan de achterkant een sokken erop geplakt. Een pleistertje. En hij kwelt groen spul uit zijn mond. En hij is een bal die een kleine bal vast heeft. Nou, dat is in ieder geval heel, heel grappig. We gaan naar de laatste toe. Zo. En kijken wie er hierin zit. Smash. Oh, een blauw tennisracket met een bal in zijn oog. Ook weer eentje die je rechtop moet zetten. Even kijken, waar staat die erbij? Ik zie hem natuurlijk weer zo snel niet. Laat ik eens kijken, zit hij hier bij de Smash Gear? Zou logisch zijn als hij bij Smash Gear zou staan. Dat staat hij niet. Staat hij hier beneden bij de hard hitters? Smashbat, dat is hem. Dit is Smashbat, ook buigbaar en je moet ze ook om neer te zetten. En zo zien ze eruit als je ze rechtop hebt staan. Deze is een beetje moeilijk zien tegenover de witte achtergrond, maar ik heb speciaal een witte achtergrond nu even wel gehouden, omdat het anders heel lastig focussen is voor de camera. Nou, zo ziet hij er dus uit van dichtbij. Die zetten we even hier neer.
En dit is natuurlijk het gele mannetje geworden. En de honkbalknuppel. En als laatste het tennisrek. Nou, hier staan ze. Dit waren de 4 smasherballen die we hebben gekregen van Zuru. Ik vond het grappig om te doen. Ik vond ze weer leuk. Ik heb er nog genoeg, dus we gaan nog wel een tijdje door hiermee. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een... je kan mijn duim een beetje zien. Vergeet niet een like te geven. En tot de volgende keer. Doei doei!